Welkom bij de allereerste podcast van You Made Em Blik. En ik heb hier een heel aantal leuke gasten aan tafel. Om te beginnen zit rechts naast mij Harry Roosendaal. En tegenover mij zit ook de befaamde Made Em Blikken kastelein, je kan het wel zeggen, Jack Brakenboer. En naast hem Herman Pieter van der Kolk. En ze zijn hier allemaal met een reden, want Harry vond het nodig om het IJsselmeer over te steken. En daar willen we alles van weten. En mijn naam is Peter Commandeur. En ik zou zeggen, welkom bij You Made Em Blik podcast. Goed. We zijn gestart. Harry, beste vriend, één dingetje. Hoe kom je er in vredesnaam bij om het IJsselmeer over te steken, zwemmend? Wat heeft je ertoe bewogen om dit te gaan doen, in vredesnaam? Dan moet ik heel ver terug. Dan moet ik eigenlijk al terug naar mijn lagere school. Toen werd ik met gym altijd als laatste gekozen. Ik was heel slecht in gym. En ik kon er gewoon op wachten. Ik was de laatste of ene laatste. Ik denk dat moet anders. Toen dacht ik van ja, ik ga gewoon iets doen wat niet veel mensen kunnen. Dus ik ga duursporten. En dat lag me heel goed. Op een gegeven moment kwamen we bij Jack in het café, in het Vooronder. En daar hing zo'n mooie betonnen balk. En er hingen allemaal sporters van Made Em Blik erop. En ik dacht, daar wil ik tussen hangen. Maar ja, toen was het zover, had ik een hele triathlon gedaan. En toen waren al de foto's weg, want toen hingen er opeens foto's van filmsterren. Ik heb toch die triathlon gedaan. En Jack die heeft ook een plekje voor mij gereserveerd voor die foto van de finish van de triathlon. En toen dacht ik, als ik dit red, dan ga ik ook proberen het IJsselmeer over te zwemmen. Maar jaar geduurd. Ja, ik wou zeggen, want ik bedoel, laten we eerlijk wezen, wij zitten hier met echte medeblikkers aan tafel. En we kennen elkaar al een heel leven lang, denk ik zo'n beetje. Maar we zijn allemaal dikke zestigers. Ja, zeker. Ja, zeker. We kunnen herinneringen ophalen van dat we 14, 15 waren. Nou ja, goed. Ik was denk ik een jaar of vier, en die foto heb ik nog vijf, in een koude pakje. Toen stond ik voor Café Brakenboer. Ja. En dus ja, zo lang gaat het terug, jongens. Ja, ja dat bedoel ik. En goed. We zijn geboren en getogen medeblikkers. Ja, allemaal, hè? Ja, zeker weten. 100%. Ik kan het bijna niet zeggen tegen je, maar ik ben geboren in Horen. Ja, maar dat was in het ziekenhuis. In het Klopt. Ziekenhuis. Ja. Ja, maar je bent gewoon een medeblikker. Dat is heel jammer. Nou, wie is er nog meer in Horen geboren? Nee, allemaal. Jij bent gewoon... Ik ben gewoon in Made Em Blik geboren. Ik ben op de burgemeester Schouwstraat geboren. Ik ben voor de bar geboren, want dat was de slaapkamer van mijn ouders. Ja, dat bedoel ik. Oh. En dat is Jack. En Harry, je bent... Ik ben op de Oostersingel geboren. Oostersingel. Nou ja, Herman. Ja, uitzonderingen bevestigen de regel. Maar goed. Dat is ook kijk, iets wat we met elkaar delen natuurlijk. En dit soort passies voor dit soort onderwerpen. Dus ook het café Brakenboer heeft daarin een centrale rol. Want ja, sinds jaar en dag start daar de marathon. Sta voor een Made Em Blik. Ja, dat heeft een enorme historie. Kan jij daar wat over vertellen? Nou ja, het is natuurlijk... Het was eigenlijk zo dat... moet ik even vertellen hoe dat ontstaan is. Jan van Schijndel, die was lid van de zwemvereniging DES uit Den Haag. En die ging in 1968 het IJsselmeer over. En heel moeilijk was uitgelopen, want het was natuurlijk zoiets speciaals. Want hij was een trainer voor het kanaal. En dat deed hij dus. En toen ging hij in 1969 heen en terug. Made Em Blik, Staveren, Made Em Blik. Het kanaal is gewoon even wat langer dan het IJsselmeer eenmalig. En toen kwam hij heb je het niet gehaald, toen kwam hij tot de helft. Is hij eruit gegaan. En eigenlijk de aanleiding, hij is eigenlijk de man geweest die de basis heeft gelegd voor de marathon Staveren Made Em Blik. Want zijn vereniging DES Den Haag
die vond het toch wel zo bijzonder en die benaderde zeg maar de VVV van Medemblik met Wally Vrijzen toen de tijd, Bobbeldijk, Paulus Bot, om kunnen we niet een wedstrijd organiseren over het IJsselmeer? Nou, zo is het ontstaan. En uiteraard met ja, toch wel, denk ik, ervaring van Henk de Beer toen de tijd. Die eigenlijk wel het heft in handen nam met alles erop en eraan. Er werden boten gezocht. De eerste marathon die was 1970. Er waren 9 deelnemers en er kwamen er maar 3 aan. Want het was zo vreselijk slecht weer. Ik was toen met de boot mee. Met de koersboot van de Beer. Die voer eigenlijk vooruit. Toen had je nog geen GPS en toen had je nog geen allerlei andere zaken die erbij toedragen dat je in een rechte lijn vaart. En nou, dat, zo is eigenlijk de marathon begonnen, zeg maar. Ja, ja, dat bedoel ik. En daar had je natuurlijk ook, ja, dat heb je, we hebben wat allemaal meegemaakt. Min of meer bewust. Min of meer bewust? Nou ja, dat, toen ik dus die triathlon gedaan had, toen dacht ik van nou, ik ga het IJsselmeer over. Maar dat heeft nog 30 jaar geduurd. Ja. En elke keer zag ik die zwemmers binnenkomen. Toen dacht ik van nou, zal ik het volgend jaar proberen? Maar dat is na 30 jaar pas gebeurd. Hardy is altijd een langzame starter geweest. Zowel met het gebruik van drank als het sporten, laat me het even duidelijk stellen. Het was 30 jaar voordat hij zijn eerste drankje had. Was hij toen 30 of zo? Nee, hoor, maar als hij hij begon altijd heel rustig. Maar als je dan eenmaal doorgaat, dat heeft Herman ook een beetje, allebei een beetje. Ze gaan heel rustig beginnen, maar als ze dan eenmaal beginnen en dan zijn ze op het, ja, pakweg het midden van de avond, dan gaan ze los. Dan zijn ze niet meer te stoppen. En dat is voor mij als kastrein een vreselijke ervaring, laten we eerlijk zijn. Ja, nee, vooral dat laatste gedeelte, dat snap ik. Want dan hebben ze wel eens bij jou de boel omgekotst of is dat te private? Dat hebben ze heel goed kunnen verbergen. En kijk, weet je, het is gelukkig nog nooit gebeurd bij deze mannen. Want ze hebben fysiek zijn, ze kijken naar die bodies, ze zijn vrij sterk. Ja, ja, ze kennen wat hebben. Ja, Herman, jij hebt hier natuurlijk ook een belangrijke rol in. Tenminste, als ik Jack moest geloven. Maar kan je daar wat over vertellen? Want hoe ben jij erbij betrokken? Nou ja, het was eigenlijk heel onverwachts. Ik ben sinds een paar jaar ben ik gelukkig eigenaar van een mooie motorboot. En vaar veel op het IJsselmeer. En ik heel mijn leven heb ik op het IJsselmeer gevaren, gezeild, gelopen, geschaatst. Dus dat op zich is dat gewoon een hele uitdaging om het IJsselmeer toch te kunnen bedwingen. En op een gegeven moment had ik wel gehoord dat Harry zou oversteken, zwemmend. En dat gonst al door Medemblik heen. Maar goed, daar bleef het voor mij bij. Tot op een gegeven moment Harry al erg druk op zoek was naar een volgboot. En dat scheen dus heel moeilijk te zijn. Boten zichten af, schippers konden niet. En toen kwam er een noodoproep van je dochter op Facebook. En dat had ik ook niet gelezen. Maar mijn vrouw had het wel gelezen. Die zegt, Harry Roosendaal, of zijn dochter, doet een noodoproep voor een begeleidingsschip. Nou goed, dat nam ik voor lief aan. Ik denk, nou, ja, mijn schip is daar niet geschikt voor. Ik heb een motorboot. Het zijn altijd zeilboten met een lange kiel. Die dus even wat beter koers kunnen houden. Dus ik heb op een gegeven moment niet op gereageerd. Maar later heb ik toch contact gehad met Harry. En hem nog wat tips gegeven die misschien kon bellen. Maar goed, dat leidt tot helemaal niks. Tot op een gegeven moment, dinsdagmiddag, heb ik weer contact gehad met Harry. En toen hebben we de knoop doorgehakt. En toen hebben we gezegd van Harry tegen mij en ik tegen hem. Weet je wat we doen? We gaan het samen doen. Ik ben je begeleidingsboot en we gaan het proberen. Ja, heel mooi. Zo is het gegaan. Ja, wat dacht je bij jezelf, moeten we even wat testen? Kunnen we dat testen of zo, hoe dat gaat met zo'n begeleiding? Want ja, dat is wel, ja, ik weet niet waar je allemaal op letten moet, hoor, als je daar naast vaart. Dat is vreselijk veel. Het was ook voor mij de allereerste keer. En ik ben best wel een beetje nou ja, goed handig met die boot. Ik ken hem inmiddels wel. Maar goed, een zwemmer begeleiden, dat is een heel ander verhaal. Ja. He, de zwemt toch wel, de vaart wel, denk ik, 8-9 ton aan staal naast Harry. En ja, daar moet ik niet overheen varen. Nee. Dus het was opperste concentratie voor mij. Daarentegen, mijn boot die vaart op stationair snelheid sneller als dat Harry zwemt. Ja. Dus die boot moest ook afgeremd worden. Ja. Met allemaal ballast achter op de spiegel. In de vorm van kratjes bier en nog wat andere zaken. Blijven wel een beetje in de stijl natuurlijk. Ja, een beetje in de stijl van de kroeg, dat klopt. Ik had natuurlijk nooit gevaren met ballast. Dus dat maakt het voor mij ook nog moeilijk. Daar heb je zo'n boot reageert totaal anders. Klopt. Dus ja, dat was, het was een heel aparte overtocht voor mij. Ik heb daar echt 12 uur lang zwaar geconcentreerd aan de sturen geweest. En toen Harry Geemt aantikte bij de visserslag, toen viel er een last van me af. Het is gegaan zonder kleerscheuren, niemand overvaren. En ik een ervaring rijker. Ja, zeker weten. Dus dat, ik had geen voorbereiding. Dat kon ik niet, want het was kort dag. Hey, maar
Dus dan is het eigenlijk gewoon een kwestie van doen en er gewoon voor gaan. Nou ja, ik weet het. Het was. Maar heb je wel voor? Hebben jullie wel dat getraind? Of hebben jullie dat wel? Nee, helemaal niks. Het was gewoon het puur het vertrouwen op elkaar. Ik was natuurlijk niet alleen aan boord. Ik had Jacob bij me. Die heeft er heel veel ervaring mee. Ja. Die heeft me ook nog wel even wat gecoacht onderweg qua koers en qua. Ja, toch een beetje. Ja, ik heb toch iemand bij me die waar ik op terug kan vallen. Ja, want hoe zag jullie bemanning eruit op de boot? Nou ja, Jack, kun jij daar wat meer antwoord op geven? De bemanning aan boord? Nou ja, jouw vriend, hoe heet die? Het was namelijk zo dat ik moest natuurlijk wel vanaf Medemblik naar Stavoren toe. En, want woensdagochtend, om 7:15, was de start voor de haven van Stavoren. Vroeg, in het donker. Dus ik ben de avond daarvoor ben ik overgestoken met een boot met twee vrienden van mij, Theo Rood en Evert Woudenberg. En toen hebben we onderweg nog getest hoe dat ging met ballast achter die boot. Dus alles eruit gegooid, touwen, manden. Dus op een gegeven moment zei dat lijkt wel goed te gaan. En dus toen denken we van we halen alles binnen en we zien wel waar het schip strandt. Een beetje spreekwoordelijk gezegd. En dus toen zijn we in Stavoren gegeven, overnacht. Harry is aan boord gekomen, Jack is aan boord gekomen, plus alle medische begeleiding en dat soort zaken. Ja, en toen de starter was, alles eruit en maar hopen dat het goed gaat. Ja, het was dus een gok. Een beetje een gok. Ja, behoorlijke gok. Met wel heel veel ervaring aan boord en over belast gesproken. Ja, dat is... Ik bedoel... Beetje jammer dit. en vergeet Sien wel niet natuurlijk. Ja. Dat was de man die had een kaarslechte rechte lijn van Stavoren naar Medemblik op zijn scherm. En elke keer als we afweken om te eten, want als je zijwind hebt, dan drijf je natuurlijk af. Ja. Ging Siem naar de lijn varen. Waar je moest wezen. Waar die moest wezen. Ja. En dan ging Herman, die ging er achter varen. Dus dan zaten we weer precies op koers. Ja. Want het probleem was, Peter, op het moment dat Harry ging eten, dan raakt het GPS, die raakt eigenlijk de boot kwijt. Een boot moet bewegen. Wil hij kunnen volgen en ook de koers kan je dan zien. Ja. Nou goed, Harry is een keer of 4-5 wezen eten. Nou, zeg maar dat. 20 keer. Oh, 20 keer. Zeg maar 20 keer. Vreedzak. Elk half uur zowat. Hey, want kijk, ik heb natuurlijk ook allerlei vragen. Jullie hebben wat vraagjes aan mij gegeven. En ik wil natuurlijk helemaal niemand overslaan. Want er zijn natuurlijk heel belangrijke mensen geweest. Zoals Siem Wil, die meegevaren heeft. Welke andere mensen kan je nog meer benoemen die hier een belangrijke rol in gespeeld hebben? Nou ja, als eerste natuurlijk mijn vrouw. Je vrouw, ja. Natuurlijk. Die moet alles maar doorstaan. Die moet alles maar doorstaan en ik ben gewoon halve dagen weg, hele dagen weg. En s'avonds weg om te trainen. Veel was, handdoeken, zwembroeken. Ja. En we hebben natuurlijk Jack. De motivator. En van mij. En schema's maken. Jack maakt ook mijn trainingsschema's. Die ik allemaal 100% heb gevolgd. Geen training overgeslagen. Nou, Simon Ed natuurlijk als begeleiding. Ja. Ton, die was vaak dagen mee op training. Ton Kraakman. Ja. Dan gingen Siem en Ton die gingen mee met de boot. En dan was ik gewoon 5, 6, 7 uur aan het trainen. Zo. En dan lagen ze ook gewoon in het bootje te dobberen. Herman natuurlijk, als schipper. Ja natuurlijk. Maar ja, die zit aan tafel, maar we zijn natuurlijk mensen die niet aan... Ja, Esther. Esther de Kort. Ja. Die heeft op heel veel moeilijke momenten heb die met de... doorheen getrokken, zeg maar. Dan soms een half uurtje mee. Hey, en eventjes... Ik denk dat ze wel 5, 6 keer meegezwommen heeft. Ja, oké. Okay. Nou, dat is fantastisch natuurlijk. Als je iemand naast je hebt zwemmen, we zwemmen net zo snel. En dan heb je toch wat afleiding. Want jij hebt daar ervaring mee, want je hebt ook met haar een estafette voor hem. Dat was in 2016. Ja, dus je had er wel al enige ervaring met het oversteken? Ja, ik heb het ook eens met 8 mensen gedaan via de zwemschool van Ed Roselaar. Ja. Toen waren we met z'n 8. Dat is, hoe lang is dat terug? Nou, dat was met 40 jaar jubileum van de zwemmarathon. Dus dat is 2009, 2010 geweest, ja. Ja.
Ja, maar hij is ook alweer 14 jaar terug. Ja, ja. En 2017 heb ik hem dan alleen gedaan. En, nou ja. En toen was je 60? Toen was ik 59. En nu dacht ik 65, mooie leeftijd. Ik ga het nog een keer doen. Oh, ik wist niet dat je al... Of dus je hebt hem al een keer eerder gezwommen? Dit is de tweede keer dus. Oké, nou... Ja, ik ben zelf meer van de sprintjes. Ik sprint de trap op, maar dan ben ik hier boven en dan ben ik pek af. Ik zie ook om bang staan om het hoekje van de deur. Ja, om te crashen, hè. Moet ik nou meteen crashen. Dus maar wat vind je er nou zo leuk aan dat zwemmen? Nou, het is helemaal niet leuk. Het is eenzaam. Eenzaam? Ja, als je alleen traint, je kan met niemand praten. Als je met z'n tweeën zwemt, kun je ook met niemand praten. Ja, alleen als je begint en als je eindigt. 'S Winters is het koud. Dan is het onder de 10 graden het water. En het kost veel tijd. Als je een half uur traint, dat helpt eigenlijk niet. Je moet minimaal 2, 3 uur, 4 uur trainen. Het kost heel erg veel tijd. Hey, en, ja. Dus het is eigenlijk helemaal niet leuk. Ik vraag me dan in vredesnaam af wat je dan betreft om dat kijk, te doen. Dat zie je hier zo. Ja, daar doe je het voor. Daar doe je het voor. Kunnen we daar een stukje van zien? Want we hebben wat beeld. Maar ja, dat zien we natuurlijk niet. Maar oh, dit is het begin. Wacht even. Zet ik even mijn geluid ervan. Ja. Ja. Ga erin. Ja. Hup. Gaat Harry te water? Ja. Jack is erbij om dat te begeleiden. Even van de boot af. Je bent wel streng, Jack. Ja, dat moet ook wel. Nou ja, goed, dat heb ik bij de jongens altijd een beetje gehad. Ook bij Herman zelfs, dus weet je. Je moet ze wel een beetje opvoeden. Ja, het zijn jongens, die hebben het nodig. Ja, ja. Hey, oh, het geluid valt uit, maar dat is een kort filmpje was het. Van het begin, oké. Kijk, en Jack zegt op een gegeven moment, je moet van de boot af. Want als golf tegen de boot dan slaan, dan krijg je hem ook nog een keer terug. Ja. Dus daarom moet je gewoon 3, 4, 5 meter van de boot afvaren. Dat wil je of zwemmen. Ja. Oké. En dan, dat hele end. Hoe heb je nog... Want je hebt meer beeld natuurlijk. Ja. Nou ja, goed. Wat je hier ziet, hè, dit is start, jongens. Maar dat is wel om 6:15 s'ochtends. En we hadden... weersberichten hadden we de avond ervoor bekeken. En de weersberichten, voorspellingen, die waren anders. Juist. He, die waren anders. Ja. Het zou een stuk rustiger zijn. De golfslag zou stukken lager zijn. Minder wind, een kleiner golfslag. Nou, we komen op een gegeven moment, we varen ze ervoor uit. En wat is er? Net andersom. De golfslag, die was de hoogte. He, die was wel 1,20 cm, denk ik zo'n beetje. En er was nog een leuk windje ook. Dat betekende dus schreeuwend voor Harry. He, want de golf kwam zeg maar, vanaf de afsluitdijk het IJsselmeer oprollen. En Harry die ademt over rechts. Het betekent dus elke keer als hij ademde, kreeg hij tegelijkertijd ook water in zijn mond. En daar begon eigenlijk het probleem al mee. Ja, want dat kan je niet omdraaien, Harry. Nee. Nee, zegt Jack. Nee, dat kan niet. Nee. Je moet de boot zien. Je moet de boot zien. Dan kan je zeggen van ik ga naar de andere kant van de boot, maar ik adem altijd rechts en dan is het moeilijk om dat om te draaien. Om dat aan te leren om aan de andere kant te ademen. Heb je op de boot ook geen contact met je zwemmer? Snap ik. Ja, ik snap het. Maar als ik zelf zou zwemmen, dan adem ik over links en over rechts en over links en over, volgens mij. Ja, maar dat hou je maar 10 meter vol. Oh ja, vandaar dat sprintje van mij. Goed. Hebben we nog meer beeld? Oh ja, we hebben heel veel beeld. Ja, dit moeten we eigenlijk. Dit zetten we nog wel een keer apart online. En hebben we nog wat film dat je halverwege bent of zo? Deze is al leuk. Dat is even een gesprekje van Jack. Gaat, nou ja, weet je, we gaan. Kijk, Harry zit even te eten. Misschien kan je hem even pakken. Updateje. Nou ja, anderhalf uur terug had Harry een inzinking. Hij zei dat hij eruit wilde. Hij had last van zijn rug. Nou ja, dan moet je hem op zijn flikker geven, want dat heb je nodig. Dat heb ik dus gedaan. En ik gooi Esther erbij en hij zwemt nu weer als een jonge god. En we leggen er nu gewoon 6 uur in. En hij moet nog een uurtje of 4 en dan is hij in medeblik. En voor de rest geen verhalen. Het gaat als een trein. Het is helemaal vlak geworden. En Esther, ik denk dat Esther de volgende IJsselmeerbedwingster wordt. Want die moet er nog wel om al die stukjes. Dus dat weet ik ook even niet.
Nee, maar het gaat hartstikke goed. Harry is ook weer blij. Zijn hoofdpijn is weg. Allemaal belangrijke dingen. Ook psychisch, de golven waren moeilijk. Daar zag je al tegenop. Maar dat heb je gigantisch goed gedaan. Bewondering. En we hebben natuurlijk een geweldige schipper. Het is een beetje een playboy. Maar ja, voor de rest is het allemaal oké hier ook. Harry, wil je wat zeggen tegen de camera? Harry... Hey, maar dit is wel een geweldig beeld. Dat moeten we eigenlijk ook eventjes uitzenden. Maar dat kunnen we dan op een later moment doen. Want dit is natuurlijk een podcast. Nou ja, dat zie je ook tijdens het zwemmen. Je zag nu een stukje over dat het vlak was. Maar ook dat ik het zwaar was en ik ging eten. Dan was mijn humeur goed, zeg maar. Dan een grappie en... ik was niet helemaal down, zeg maar. Dus dat is wel mooi. En als je dan zulke dingen te horen krijgt van Jack, van nou, ik heb hem op zijn flikker gegeven. Ja, dan moet je toch even lachen. Dat bedoel ik ook een beetje met motivator. Ja, want ik denk dat je mentale weerbaarheid is natuurlijk van het allergrootste belang, denk ik. Ja, los van natuurlijk dat je fysiek goed moet zijn. Maar... Ja, dat is het. Dat is het. Want na 4 uur had ik in de pittige golven gezwommen. En ik denk als ik nog 6 uur in die golven moet zwemmen. Want toen was ook geen vooruitzicht dat het beter zou worden. Nee. Ik denk, dan ga ik het niet halen. Dus toen zei ik van, nou ja, misschien moet ik er maar uit. Want ik haal het toch niet zo. Maar dat zei je dus tegen het volgbootje van Sien Weel en Ed Sluiters. Herman en ik hebben er nooit wat van geweten. Gelukkig ook maar, want dan had hij helemaal op zijn flikker gekregen. En want die jongens, die snappen er geen kut van. Want toen zei Harry dat, en dat hoor ik dan later natuurlijk allemaal. En toen zegt Sien Weel en Ed, ja, dat begrijpen we wel natuurlijk met deze omstandigheden. Dat zou je godverdomme toch gebeuren, dat hij, weet je wel. Maar goed, wij wisten dat gelukkig niet. Dan zat hij echt, ja, jongen, had hij, oh jezus. Nou, ja, het blijft een bijzondere prestatie, dus hou me te goed in, maar... Nou, Jack, jij hebt natuurlijk ook ervaring met andere klunzen. Eventjes tussen aanhalingstekens. Hè? Want je hebt boven Erven Doris ook op die manier eroverheen gesleurd. Heb ik begrepen, want dat zei hij zelf natuurlijk. Ooit. Ja. Nou ja, het was wel, goed, kijk, boven Erven Doris, dat is wel even leuk. Maar die was aan het trainen voor een programma van de televisie. Want die wilde het kanaal over. En die wilde natuurlijk als training het IJsselmeer doen. En die werd getraind door Jaap van Goor en Edith van Dijk. Dat wereldkampioen zwemster natuurlijk, Edith van Dijk. En die kwamen bij mij, want die zochten natuurlijk een volgboot. En zo is eigenlijk dat verhaal gekomen. Edith van Dijk heeft 2 keer een uur met hem meegezwommen. Maar die gaat natuurlijk veel te hard. En ik was natuurlijk al lang al niet meer getraind. Dus hij ging ook niet zo hard. Dus ik ging ook, ik heb 3 keer met hem in het water gelegen, zeg maar. Bij iedere slag die het laatste uur deed met staver in zicht... Toen ging hij steeds naar beneden en ging steeds weer naar beneden. En iedere keer denk je, oh jee, ik moet hem pakken. Uiteindelijk het laatste 100 meter ben ik naar de boot gezwommen. Ik zeg, het is jouw feestje, het is jouw prestatie. Dus hup, naar de kant. Nou ja, goed, toen kwam je daar natuurlijk aan. Heel emotioneel, helemaal gek. Maar goed, dat is ook weer eigenlijk wel een beetje gerelateerd. Kan je dat stellen, boven Erven Door Harry Roosendaal. Ik zie ze eigenlijk, want ik heb het allebei meegemaakt. Een beetje toch als de... zelfde personen qua mentaliteit. Harry is ook geen talentzwemmer. Maar door zijn karakter en mentaliteit heeft hij dat natuurlijk gedaan. En heeft hij het volgehouden. Maar ook boven Erven Doren, totaal ook geen talentzwemmer. Maar ook door zijn karakter en mentaliteit. Dus eigenlijk hetzelfde verhaal als met Harry. En ze deden er eigenlijk praktisch allebei dezelfde tijd over. En dat is eigenlijk wel weer een leuke bijkomstigheid. Dus dat is het verhaal. Die overeenkomst is toch wel niet zo gek. Nee, dat is wel het vind ik wel een mooie van het verhaal eigenlijk. Ja. Ja. Nou, Jack die werd nog genoemd tijdens de uitreiking van de televisiering. Ja, ik weet het. Ja. Oh, ja. Want toen zegt hij van, Jack zei tegen me, je hebt een record verbroken. Je hebt nog nooit heb iemand er zo lang over gedaan als jij. En nu ben jij dat ex equo een beetje, Harry. Nou ja, daar heb je een uur langer over gedaan, Bo. Toch nog wel. Maar hij zwom in een zwembroek. Hij zwom in een zwembroek. Ja. En jij in een... En ik in een wetsuit. Je was niet zenuwachtig. Nee. Hoe heb je dat? Want... Nou ja, dat ben ik gewoon niet. Kijk, ik weet wat ik ervoor gedaan heb. En ik heb het helemaal zelf in de hand. Het weer niet natuurlijk. Maar
Ik heb het zelf in de hand. En ja, ik was goed getraind. En ik dacht, ja... Wat kan mij overkomen? Ja, dat moet een goede... Klopt wel. Niemand haalt mij eruit, dacht ik. Klopt wel. Als je goed voorbereid bent, dan heb je geen last van zenuwen, want je weet wat je moet doen. Ja. Eigenlijk. Ja, nou ja, maar het is natuurlijk wel zo. Je bent wel, wat Herman al net al zei, je bent heel afhankelijk van je weersomstandigheden. En we hebben die dag hebben we gekozen, omdat het weerbericht redelijk was. Ja. Maar wat eigenlijk wat vergeten wordt in dit verhaal, denk ik, Herman noemde het ook al, gelukkig dat hij zich heeft beschikbaar gesteld. Anders had Harry waarschijnlijk nooit het IJsselmeer meer overgezommen. Want we konden namelijk, en ik heb ook zoveel contacten met schippers en met alles. Nou, we hebben dus al mijn oude schippers van de zwemmarathon Staveren Medelijk, die zijn er allemaal mee gestopt, willen het ook niet meer doen. Die kon ik ook niet bereiken. Er waren ook allemaal wel wat klanten van mij en zo. En die wilden het gewoon niet doen. Dat niet alleen. Ook andere mensen van buiten Medelijk wilden het niet doen. Maar dan gebeurt er met de zwemmen natuurlijk wel iets. We hebben tot 3 keer hebben toe het schema moeten aanpassen. Nou, dat vind ik dus eigenlijk als voorbereiding helemaal waardeloos. Ja. He, want je zwemmer die traint, je maakt een schema. En op het moment gaat die pieken en dat is een bepaalde dag. En die piek... Die werd dus gewoon 3 keer uitgesteld. Dus dan betekent dat, dus dan heb je het weer, die mentaliteit, het karakter van Harry. Ja, dat heeft zeker medegespeeld in dit verhaal. Want het is geen, hij is niet in een gunstige situatie aan voorbereiding is dat geweest. Want daar heb je het wel mee te maken. Als je dus, en dan moet je ook weer je schema aanpassen. Allemaal heel spannend. En Harry heeft alles meegemaakt wat je kan meemaken op het IJsselmeer. We hebben tegenwind gehad, we hebben voor de wind gehad, we hebben zijwind gehad van de verschillende kanten. We hebben bladstil weer gehad. Dus alle goden waren niet gunstig gezind en ook niet naar de schipper toe. Want die hebben ze eigenlijk het Lazarus moeten werken om die boot maar op koers te houden. Dat was ook dus het is een hele aparte tocht geweest, laat ik het zo zeggen. Ik luister met bewondering naar wat hier allemaal heeft plaatsgevonden in die beleving. Maar ik zit even aan een paar dingetjes te denken. Ik ben natuurlijk wel een commerciële man. Had je wat sponsoring? Want volgens mij kost het ook wel wat geld hier en daar. Of heb je het zelf allemaal moeten sponsoren? Hoe werkt dat zo? Nee, ik heb alles zelf bekostigd, maar dat maakt niet uit. Dat een hobby kost gewoon geld. En de meeste kosten zijn eigenlijk de voeding geweest tijdens de trainingen. Ja, precies. Ja, als jij 6 uur aan het trainen bent, nou, dan weet ik niet hoeveel gelletjes je gebruikt. Maar een gelletje is gewoon, zeg maar, €3. Ja. En je moet een pak kopen. Ik heb... nou ja, je gaat ook eens naar het zwembad. Weet ik wat allemaal. Maar dat maakt allemaal niet uit. Dat is allemaal bijzaken. Een hobby kost gewoon geld. Oké, als je dat kan bekostigen, is dat prachtig natuurlijk. Maar, maar het loopt, kijk, dit is ook een sport. Dat loopt niet echt in de duizenden euro's. De grootste kosten, meestal, bij dit soort oversteken, dat is nu zeker... het is allemaal wat commerciëler geworden. Dat is onder andere dat een volgboot... die vraagt gewoon tegenwoordig geld om een zwemmer te begeleiden. Nou, Harry is een vriend van HP. Dus HP heeft het graag voor niks gedaan. Zien wel in de trainingen met zijn bootje. Die hebben het allemaal voor niks gedaan, omdat het vrienden zijn. Ja. Maar als jij dus gewoon sec zegt van ik ben een zwemmer en ik wil een boot te huren... dan wordt er gewoon geld gevraagd. Ja. Maar goed, dat is de mazzel van Harry. Kijk, dat zie je hem zitten. Het is een populaire gozer, die Medelblik. En daarom natuurlijk krijgt hij van alle kanten medewerking, Herman, of niet? Nou ja, kijk, medewerking sowieso. Geen twijfel aan dat ik hem wilde helpen. Maar goed, het was in mijn mogelijkheid om het te doen. En dan is het vanzelfsprekend. Maar ja, wat niet vanzelfsprekend was, en daar wil ik even op terugkomen. Dat was je vraag eerder, Peter. Of mijn boot geschikt was voor dit verhaal. Nou, dat is in eerste instantie niet. Dit is toch een motorboot. Hij steekt maar 35 centimeter diep. Dus hij is erg gevoelig voor golven. Zijwind. En zijwind. Dus ik verleier. Dus ik moest constant anticiperen. Voordat ik het. Dus ik zag al het aankomen. Ik zag die golf aankomen. Van stuurboord of van bakboord. En ik moest al van tevoren al de boot bijsturen. Want anders dan was het te laat. En dan was ik te dicht bij Harry of bij Esther. Dat was één. En ten tweede, waarom mijn boot ook niet echt geschikt was. Dat is mijn uitlaat. Mijn uitlaat die zit aan de bakboordkant. Net boven de waterspiegel. En dat is de kant waar Harry ook zwemt. Dus als hij te dicht bij de achterkant kwam.
dan kreeg je ook mijn uitlaatgassen naar binnen toe. En daar heeft hij me meerdere malen voor gewaarschuwd. Herman, ik ruik de uitlaatgassen van de motor. Ik krijg hier hoofdpijn van. Dus wat probeerde ik dan op een gegeven moment om dan toch weer terug te zakken met mijn boot. En dan, Harry, halverwege de boot in het zicht hebben. Maar dat lukte mij niet altijd. Nee. Dus dat was ook een nadeel van een motorboot. Ja. Althans die van mij. Ja. Dus zo. Ja, nou, maar daar wil ik even op inhaken. Kijk, wat Herman zegt is heel duidelijk. En heel juist. Als Harry, bij wijze van spreken, met de zwemmarathon Stavermelk wel gebeurt met mensen, met hele goede zwemmers. Als Harry dus bij wijze van spreken een paar uur zwemt en hij krijgt dus die uitlaatgassen, had hij het nooit gered. Dus als hij, dus snap je, als hij dus constant die uitlaatgassen had ingeademd door de situatie, dan had hij het nooit gered. En dat, is een bewezen feit, zeg maar. Ja, het maakt ook niet uit of je met een zeilboot of een motorboot vaart. Want een zeilboot die vaart ook op de motor tijdens het zwemmen. Ja, maar wacht even. Wat Herman ook net aangaf, 35 centimeter zijn boot. En een kiel van een zeilboot. Die, nee, maar voor de uitlaatgassen. Ja, nee, maar goed. Maar die blijven dus, ja, dat klopt. Maar die blijven dan toch makkelijker op koers. Dus kan je dat op zich makkelijker, laten we zeggen, in positie gaan leggen. Dat dat niet gebeurt als de boot van Herman. Ja, snap je? Dat is nou eenmaal zo. Ja. Daarom is de prestatie ook, nog even toch even zeggen, van de schipper. Eigenlijk vind ik nog groter als die van Harry, laat eerlijk zijn. Kom op. Nou, Herman, die mag je wel in je zak steken. Ik bedoel, laten we wel wezen. Kijk, laten we de ketting zo sterk als de zwakste schakel. Hè? Ik bedoel, als dat nou uiteindelijk een breekpunt blijkt, dan gaat het gewoon ook niet lukken. Nou ja, dat zeg je goed. Want kijk, de sterkste schakel, de zwakste schakel, dat begon natuurlijk al zorgens gelijk. Hè? Want om 6:15 was wel de start, maar om 6:30 kwamen al de stoottroepen kwamen al aan boord. Harry kwam boord, maar ook kwam ook gelijk de hele medicijnkast die kwam mee. Met alle voeding eraan. Dat was niet weinig. Dus helemaal koelkast zat vol met proteïne en weet ik wat allemaal. Want dat is uitgekiende voeding, naar ik aanneem. Je hebt energie nodig die heel snel je lichaam opneemt. Ja. Zijn dat veel koolhydraten? Dat wel. Ik begin eigenlijk 2 weken voor de zwemmarathon. Daarom is dat uitstellen ook zo lastig. 2 weken voor de zwemmarathon eet ik geen koolhydraten. Dus geen pasta's. Geen pasta's. En 4 dagen voor die tijd ga je alleen maar pasta's eten. Ja. En als dan 2 dagen van tevoren het verplaatst wordt naar een week verder, dan zit je qua voeding ook helemaal verkeerd. En qua training ook. Je hebt weer aanpassen. Ja, je training moet je aanpassen, want je gaat zoveel na de laatste lange training ga je die zwemmarathon doen. En als het dan een week later wordt, dan zit je te ver van je laatste lange training af. Ja. En dat is allemaal aanpassen en dat is 5 keer gebeurd. Hey, ik heb jullie ook gevraagd. Ik wil even hierop inhaken nog, want de zwakste schakel, dat vind ik wel even een belangrijk punt. De zwakste schakel heb ik ervaren in deze tocht, is eigenlijk in eerste instantie, later heb je zich hersteld, is Siem Weel en Ed Sluiters. En waarom is dat? Omdat namelijk na 4 uur zwemmen, dat hebben we ook net is benoemd, dat Harry zei van nou weet je, dit ga ik gewoon niet redden, want toen had hij nog maar 4 uur gezwommen. En als deze golven zo doorgaan, dan ga ik het niet redden. En wij, Herman en ik, hebben dat gelukkig niet gehoord. Want wij hadden het nog nooit geaccepteerd. Maar waarom zijn hun de zwakste schakel? Hun zeiden, ja Harry, dat begrijpen wij wel. Dat zou wel, ja ik snap want dat zo niet kan. Hoe haal je dat in je malle hersens? Maar dan moet je wel, moet je wel nu eruit. Omdat je dat tegen een zwemmer zegt. Maar dat wil ik even zeggen. En even toch een bijkomend verhaal. Harry zei na 4 uur, we stoppen ermee. En hij heeft gewoon nog 7,5 uur ruim nog even gezwommen daarna. Dat je dat even weet. Nou ja, goed. Toen dat allemaal gebeurde bij Siemen. En toen kreeg jij het te horen. En toen heb je Harry erop aangesproken. Toen zei hij tegen Harry, al moet je motherfucking over de grond heen lopen. Je zal hem even komen. Ja. Weet je nog? Ja, dat schijn ik het echt. Hey, maar eventjes zonder dolle. Jij hebt dat aangegeven bij Ed en bij Siem. Wat deed dat met jou, Harry? Want ik kan me voorstellen dat dat wel impact heeft. Dat ze me er niet uithaalden. Dat, nou, mentaal.
Ja, hoe dat... Dat was dus het dieptepunt wat ik me nog wel kan herinneren. En, maar daarna heb niemand mij meer horen klagen. Dat durfde hij ook niet meer. Nee, want Jack had me op een klote gegeven. Ik ga even een nummertje tussendoor draaien. Want dat is namelijk, daar heeft Harry een speciale herinnering aan. En ja, ik ga hem draaien. Ik draai hem niet helemaal, want dan zijn we 9 minuten verder. Dus, maar wel een stukje ervan. En ik wil daar ook wel eventjes nog op inspringen. Dit is een nummer van Lynyrd Skynyrd. Free as a bird. Kort stukje hoor, jongens. Het begint altijd zo magisch, hè? Hebben we er allemaal diepere gevoelens bij? Of, ik heb hem niet helemaal laten horen, Harry, want krijgen we problemen met de auteursrechten van deze. Maar het is wel typisch natuurlijk. Hij zingt over iets waar we wel over eens zijn dat we het allemaal zo vrij als een vogel. Maar ja, jij was vrij als een vis. Ja, free fish. Ja, daar zit een geweldige eindsolo in. Ja, the bird you cannot change and the fish you cannot change either. Nou, vrienden. Ja, we komen toch langzamerhand op het einde van deze podcast aan. Want ik denk dat we alles besproken hebben. Denk ik. Ik weet niet zeker. Is het zo? Nou ja, hebben we nog iets vergeten? Zijn we nog... Nou ja, wat ik nog even eraan wil toevoegen misschien... is dat wel wat ik net al over had. De karakter van de mentaliteit van Hardy. Hè, de triathlon, Esther en Hardy het IJsselmeer over samen. 2017 alleen. En nou weer alleen. En als je dan Hardy kent en je ziet Hardy zwemmen... Ja, Hardy is gewoon onvoorstelbaar. Want hij heeft hele rare voeten. Hij kon ook heel goed wielrennen altijd. Maar die voeten van hem die staan zo stijf als een plank... En eigenlijk is het gek, maar hij werkt zijn eigenlijk met zwemmen tegen. Als hij zijn voeten... Je voeten moeten heel ontspannen zijn en heel soepel zijn. Harry heeft dusdanig stijve enkels... dat ze staan gewoon recht op zijn enkel, zeg maar. En daar komt dus totaal eigenlijk geen kracht uit... en ook geen stuwing voor zijn zwemslag. Dus bewonderenswaardig is dat eigenlijk... kan je stellen dat Harry, nou ja, durf ik te zeggen... Zo, eigenlijk praktisch alleen op zijn arm het IJsselmeer heeft overgezwommen. Ja. Dat is nog wel een hele bijzondere bijkomstigheid, vind ik zelf. Maar dat zie ik dan misschien als oud zwemmer, laat ik het zo zeggen. En toch denk je bij jezelf, nou ja, het ziet er nou niet echt uit. Dat is een kleerkast of zoiets. Lange afstandszwemmers zien er nooit uit als een kleerkast. Oh, nou ja, kleerkasten kennen ook heel slecht zwemmen. We hebben nog even wat beeld. Finish. Maar de finish, laten we nog even... Schuif nog een klein stukje terug. Want dat hebben we nog gemist. We hebben nog niet, en ik heb nog één hele prangende vraag. Oh, die ken je nog een stukje. Laat maar de laatste 10 minuten lopen ongeveer. Denk ik.
Er wordt al getuterd voor Harry. En we zien beeld dat hij aankomt zwemmen bij de haven van Medemblik. En dit is gefilmd vanaf de boot van Herman? Of? Nee, vanaf de boot van Harry zijn broer. Ed. Oh, van Ed. Of Ed. Of Ed en Harry zijn broer. Oh, de boot van Harry zijn broer is de boot waar Ed en Siem in zaten. Want nou, ik begin een beetje over Harry zijn broer Ed. Ik denk bij mezelf, je hebt toch helemaal geen broer die Ed heet? Dat is je dochter. Je dochter vaart of zwemt mee. Mooi, hè? Nou, Harry, godverdorie. Ja, dit moment, hè. Ja. Dat je, dan ben je bent er. Ja, je bent er. En je hebt het gehaald. Heb je het dan nog zwaar op dat moment? Of begin je dan vleugels te krijgen? Ja. Toch weer die freebird, hè? Alles gaat van jou. Ja. Ah, jongen. Ja, je zegt dat je, als je deze beelden ziet, dat je hier nog zeg maar emotioneel wordt. Harry. Ja, klopt. Heb je dat nu weer? Ja. Ja, dat klopt. Het is hoe vaak heb je ze al teruggezien? Heel vaak. Ja. En elke keer krijg je dat. Kijk ik gewoon die 14 minuten, kijk ik gewoon weer helemaal af. Ja. Hey, en ik heb natuurlijk nog een uitermate prangende vraag. En die heb je zelf ook opgeschreven, zie ik. Zou je het nog een keer doen? Zou je het nog een keer doen? Nou, ik zeg nooit, maar. De trainingen zijn dermate zwaar geweest dat ik zeg nee. Ja, je zegt maar nu, zeg nooit. Je zegt nu nee. Maar. Maar dat zei ik na de eerste keer ook. Je hebt altijd mensen die zeggen dan ja. Bloed kruipt waar het niet gaan kan. Nou, maar je bent zoveel tijd met trainingen kwijt. Ja, en dan sta je langs het IJsselmeer en dan denk je: wat doe ik hier eigenlijk? Ja. En waar doe je het voor? En dan ga je toch maar weer. Maar je hebt een enorme, ongelooflijke, onwaarschijnlijke prestatie geleverd, Harry. Dat doen echt niet veel mensen hierna. En wat dat betreft heb je zwaar revanche genomen op al die mensen die uiteindelijk jou lieten staan. Of als laatste kozen tijdens het gymmen. Want ja, er staat hier een sportman, pur sang. En ja, moet je kijken, al die mensen langs de kade. Ja, fantastisch. Dat is. Zeg ik ook later in een interviewtje. Daar doe je het allemaal voor. Ja. En nou, wel anderhalf, twee uur van tevoren dacht ik aan dit moment. En dan kreeg ik wel water in mijn brilletje. Ja. Maar dat kwam ergens. Dat kwam van binnenuit. Ja. Ja. Er staan wel heel veel vrouwen, vind ik, op de pier. Maar ik denk dat niet meer voor de HP kwam als voor Harry. Dat denk ik zomaar. Ik heb er bijna van gemerkt. Er stond altijd een hele brede man achter me. Ja? In de vorm van meneer Brakenboer, die hield me wat in de gaten. En Theo Rood ernaast. En Theo Rood, ja. Nou, ik wil... Het is ja. Je hebt natuurlijk al je dochter vergeten te noemen, die mee was tijdens de tocht. Jara. In het begin, dat heb je nog vergeten te noemen. Ja, die moet zeker me... Nou ja, Jara heb gewoon met filmpjes en foto's... heel veel mensen op de hoogte gehouden. Daarom stonden er waarschijnlijk ook zoveel mensen. En ze konden dus de hele tocht meebeleven. En dat vond iedereen heel mooi. Het zijn echt je laatste metertjes. Dit was een prachtig moment. Ik schoot zelf ook helemaal vol. Ja. Harry. Nou, iedereen is er ook vol van, Harry. Dus je hebt echt een hele bijzondere prestatie afgeleverd. En voor het café Brakenboer tik je aan. Dat ding is weg. Je kan niet uit het water komen, zie ik wel. Moet je eruit hijsen of zo? Hoe doen we dat? Hij zet om. Oh, daar heb je natuurlijk nog wel dat ding. En dan tikt hij aan. Ja. Prachtig, hè? Wat een feest. We krijgen er geen genoeg van. Maar het was wel even leuk om te zeggen dat ik
een paar honderd meter voor de haven een badmuts opgezet heb. Oh ja. En daar had ik makkie opgezet. Ja. Maar je durft hem ook niet eerder op te zetten dan dat je een paar honderd meter... Ja, maar ik zwem het liefste met zo'n cap op. Ja, als je dan een paar honderd meter voor de haven ligt, dan, ja, dan kan dat wel. Nou... Ja, de muziek begint al te lopen. Ja, wat ik het ook. Het is ook omgevlogen, dit, die eerste uitgave. Het is eigenlijk de nulde uitgave, want het is eigenlijk een test. En... Ja. Ja, die beelden, die moet... Heb je nog ergens, staat dat ergens op internet, Harry, dat het, ik mensen dat nog kunnen vinden ergens? Ja, je bent wel naar de kloot. Mijn oudste dochter en mijn jongste dochter. Ja, oh, oh, oh. Ongelooflijk. En Peter. En je vrouw? Nou, ze hebben allemaal een beetje natte ogen, lijkt wel. Hey. Wat een prestatie. De diehard van Melemlik. Wie is die man? Ongelooflijk. Zo, oh, Jack. Ja, kijk maar. Goed, jongens. Nou, ik ben nog steeds een beetje van onder de indruk. Ik wil jullie bedanken. Ik heb hier gesproken met uiteraard Harry Roosendaal. Een enorme prestatie om het IJsselmeer over te zwemmen. Met zijn begeleidingsteam Jack Brakenboer en Herman van der Kolk. Ik wil jullie heel erg bedanken. Luisteraars, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop graag tot een volgende keer. Wie weet gaan we dit nog een keertje doen. I don't know. Jij ook bedankt, Peter. Nou, graag gedaan. Ik moet het eerst nog allemaal uitwerken ook. Hè? Want het komt allemaal in de Jumelumlik van de nieuwjaarsuitgave. Die moet nog afgemaakt worden. Ja... Oké. Okay. Een mens moet bezig blijven.